Men zegt soms, we moeten reizen om te leren. Het draait niet om het eindpunt, maar de belevenis onderweg. Het kan alles of niets zijn. Het ontwikkelt je als persoon. De afstand van huis speelt dan ook geen rol. We reizen om het leven niet aan ons te laten ontsnappen. En wat willen we nog meer dan al die verhalen, mensen, bestemmingen en uitzichten? Wel, we willen die herinneringen op beeld brengen natuurlijk. Daarom trokken wij met ons drie over de grenzen om te filmen. Althans, over de grenzen van onze eigen provincies. Met als onderzoeksdoel een beter beeld te krijgen over hoe het is om al reizend te filmen. Bij zo'n soort reizen neemt het logistieke gedeelte al snel de bovenhand. En vandaar leek het mobile home de ideale optie. En om het ons extra moeilijk te maken, zorgden we uiteraard voor een reisvideo van de mobile home voor het bedrijf die ze verhuurt. We vertrokken aan het Zwin in West-Vlaanderen om 6 uur 's ochtends, hopende op een zonsopgang. Maar je kan het al raden, die was er niet. En logischerwijze trokken we helemaal naar de andere kant van België, naar Maasmechelen, waar onze eerste afspraak op ons wachtte. Een enthousiasteling met een toch wel heel unieke job. Hij deelt maar al te graag zijn inzicht en kennis met anderen. Hij heeft op vele vlakken ervaring, dus ook met travelvideo's. Ik ben Jordi van de Put. Ik heb filmschool gestudeerd op het Narafi in Brussel. Maar ik heb toen toch beslist na mijn studies om op zoek te gaan naar een manier om geld te kunnen verdienen met online cursussen, met tutorials enzovoort. En dus vandaag de dag is dat gekend als Cinecom, het YouTube-kanaal waar wij wekelijks video's maken rond visual effects, film maken, video editen enzovoort. Ja, mijn eerste travel video was naar IJsland toe. En dat was vooral eigenlijk vanuit een passie, dat was niet echt voor een klant. Als je begint aan een travel video, dan wil je graag zoveel mogelijk meenemen, want je wilt voorbereid zijn voor elke situatie. Maar dan moet je natuurlijk ook even gaan praktisch nadenken van, ja, goed, ik moet uiteindelijk ook gaan travelen met al dat gear. Ik moet gaan wandelen, ik moet gaan afstanden gaan afleggen. Dus ik zou zeggen, pak materiaal mee dat in één rugzak past. Wat ook een bepaald gewicht heeft, waarvan je zelf weet, hiermee kan ik uren gaan wandelen. En ik zou zeggen, doe ook misschien een paar testen. Bijvoorbeeld als je niet goed weet van hoe lang kan mijn batterij nu effectief mee, doe eens een test voor je vertrekt. Dat je goed weet van oké, deze kan 4 uur mee. Dus dan pak ik 2 batterijen mee en dan kan ik 8 uur filmen. Dat is al veel, 8 uur filmen. Ik vind nog altijd een slider of gips of kranen of wat is het allemaal, weegt niet op tegen het verhaal wat je vertelt. Er zijn travelvideo's die geweldig zijn, die gewoon met een handheld camera gemaakt zijn, die zoveel keer beter zijn dan die met drones en ik weet niet wat allemaal. Gewoon wat zijn sterkere verhalen en sterkere visuele beelden. Ik heb zoals ooit naar de Pyreneeën gegaan en we hadden echt alles mee. We hebben het dan zo moeilijk gemaakt en ik denk dat de video zo een pak beter kon uitgedraaid worden als we dat niet hadden gedaan, omdat we gewoon zoveel tijd hadden verloren. Dan denk ik van ja, als we nu die tijd hadden gespendeerd om 10 extra shots te maken, dan mochten we nog zeggen van we gooiden daar van 5 in de vuilbak. Maar dan hadden we wel 5 shots die we effectief konden gebruiken. Als we gaan kijken op internet naar travelvideo's, zijn er altijd bepaalde trends die daar terugkomen enzovoort. Maar het probleem met die zaken is, er wordt een bepaalde trend gecreëerd, maar zulke trends gaan ook enorm snel weg. Je moet ergens een inspiratiebron hebben wel. Want als jij niet weet wat er in de wereld zich afspeelt, is het natuurlijk moeilijk om zelf nieuwe ideeën te creëren. Dus je moet wel weten wat speelt er zich af. Maar je moet oppassen dat je niet in een visueuze cirkel belandt van en maar video's kijken over hetzelfde en hetzelfde en nog meer en meer, dat je uiteindelijk zo gelimiteerd bent en ik heb nu constant iets gezien, een bepaalde stijl, en ik ben er zo op gefixeerd dat ik ook hetzelfde ga gaan doen. Ik denk de grootste tip die ik kan meegeven is dat je niet mag uitstellen. Heel vaak zien we dat terug, mensen die graag iets willen maken, een film, een travelvideo, maar niet starten. Altijd maar een excuus geven. Het is corona, we kunnen niet travelen. Maar jij lost het op, een mobilon en we gaan door België travelen. Je gaat niet leren door blijven voor te bereiden en blijven te denken over je ideale travelvideo. Nee, je gaat leren door het gewoon te doen. En je gaat 1000 fouten maken en daaruit ga je leren uiteindelijk, uit die 1000 fouten. En dat kan je meenemen naar de volgende travelvideo waar je dan nog 500 fouten gaat maken. Snap je?
Over fouten gesproken, na ons bezoek bij Jordi moesten we op tijd doorrijden om de Golden Hour op een goede locatie te kunnen opnemen. En wij raden aan om belangrijke momenten als deze toch extra in te plannen. En van de 3 avonden die wij hadden, is geen enkele zonsondergang op tijd opgenomen. Of het moest al zijn dat er wolken voor zaten natuurlijk. De volgende dag, na een poging om de zonsopgang op te nemen, vertrokken we naar onze tweede expert. Want deze man is de meest gepassioneerde manusje van alles die je maar kan voorstellen. Gek als het klinkt, hiervoor moesten we terug naar Gent. Maar het was het waard. Hij wist ons het topje van de ijsberg te vertellen van alle ervaringen die hij al heeft. Hey. Ik zal me even voorstellen. Ik ben Lucas Bols. Ik ben regisseur, DOP en promoproducer. Ik heb een creatieve studio, Studio Nomad. En goh, ik denk dat ik al een 17, 18 jaar buitenlandse projecten doe. Binnen- en buitenlandse projecten. Dat is iets wat er heel fijn bij komen kijken is. Dat is een mooie extra geweest. Ook iets wat ik altijd gewild heb. En daar kom ik vandaag een beetje over praten. Als je van plan bent om in buitenland een project te doen, dan moet je wel beseffen van het is niet simpel. Dus je kunt best op alle mogelijke scenario's voorbereid zijn. Worst case scenario tot best case scenario. Bekijk wat dat inhoudt voor je verzekeringen. Ben je gedekt voor alles? In Europa valt dat meestal nogal mee. Een carnet is aangewezen wanneer je met een officiële opdracht naar daar gaat. Een carnet is eigenlijk een papiertje dat wat dat je meeneemt vanuit België naar een ander land, dat ook terug gaat komen. Het bewijs daarvoor. Ja, voor de verzekeringen is dat interessant, dat zij weten dat het officieel is dat al die dingen meegegaan zijn, moest er iets gebeuren. Een carnet kan je bekomen bij de Kamer van Koophandel. Afhankelijk van hoeveel materiaal dat je mee hebt, varieert dat tussen de 200 en de 500, 600 euro, denk ik, dat kost. Meestal breng je dat in bij de kosten van de productie zelf. Wat ik ook zeker zou aanraden, zeker als je naar ontwikkelingslanden gaat, of landen waar het er iets aan de hand is, check even in bij de ambassade. Je kunt via de Belgische ambassade sowieso al inlichtingen inwinnen. Alle landen hebben ambassades in België of consulaten. Bijvoorbeeld in Congo zijn we rechtstreeks naar de ambassade in Kinshasa, de Belgische ambassade, gereden. Waar we dan eigenlijk een halve dag onderricht ook kregen over het land zelf. Hoe zit dat in elkaar? Waar mag je gaan? Waar mag je niet gaan? Ja, het is een hele lijst dat je dan op krijgt, maar dat is wel superhandig. En het kan je heel veel problemen doen ontwijken. Het is zo moeilijk om bij te houden van wat er allemaal verandert in de regelgeving. Weet je nog of je het nog volgt of niet, of dat je fout zit of niet? Sommige landen komen niet binnen met een drone. Pak nu bijvoorbeeld de meeste Afrikaanse landen. Uw drone wordt gewoon afgepakt bij de douane en die zie je ook niet terug. Ja, dat is een enorme luxe, dus ik snap het volledig. Het gegeven drone en waarom dat mensen dat overal willen gebruiken. Het is een beetje te veel momenteel, zeker in televisieprogramma's vind ik. Het is een overkill. Maar het bewijst zijn nut. Het geeft een ander perspectief op de wereld. Wat ik zeker aanraad in het buitenland, als je naar het buitenland wilt, voor werk, voor opdrachten, voor projecten. Goh, hoe breng je dat aan de man? Hè? Het evolueert ook constant. Op een gegeven moment was het een soort ruildienst. Hè? Dus wat de influencers een tijdje geleden ook nog allemaal konden doen. Momenteel wordt het ook moeilijker en moeilijker voor hen. Ik heb het zelf ook zo op een gegeven moment gedaan. En in ruil daarvoor krijgen wij 10 dagen vakantie bij jullie. Als dat een resort is bijvoorbeeld. Klinkt als een heel toffe deal. Soms kom je in een plaats terecht waar je $5000 per nacht betaalt. Als je daar 10 dagen vakantie kunt krijgen, dat is gewoon. Dat ga je nooit van je leven nog meemaken. Zet jezelf ook niet te laag op de markt. Van prijs, als je een bedrijf aanspreekt. Ik snap dat je dat wilt doen. Ik snap dat je naar het buitenland wilt. Maar zet er wel een aanneembare prijs tegenover. Werk niet te hard onder de prijs die de marktprijs. Want dat maakt er voor jezelf heel veel kapot in de toekomst, lijkt mij. Het is leuk voor een keer om dat te doen. Maar als je merkt dat eigenlijk de hele markt er ook aan kapot gaat. Wat ik ook aanraad, en dat heb ik zelf ook gedaan vanaf de seconde dat je al is het al maar op vakantie gaat en je hebt een camera, pak die mee. Wat jullie ook aan het doen zijn nu, je gaat heel België door en
ja, dat is een fantastisch gegeven. Dat is een luxe dat je dat mocht en kunt doen. Hè. Nee, dus gaat ervoor. En dat hebben we zeker gedaan, Lucas, want we hebben meer kilometers gereden dan de omtrek van België en meer gigabytes gefilmd dan het aantal kilometers dat België breed is. We konden nooit alle mooie plaatsen in België bereiken. Misschien mede door de keuzes van onze wegen, maar dat moet je er soms voor over hebben, om puur natuur te vinden. En dat brengt ons bij onze laatste afspraak. Iemand die enorm heeft leren relativeren en vol verhalen zit. Hij gaf volgens ons een dieper perspectief aan onze reistocht. En bovendien spreken we hier niet over een videografer. Ik ben Pascal Braakman. Ik ben nu hoofdzakelijk klankman. Mijn verhaal van mijn job, ja, ik ben naar Triets geweest, de filmschool. Ik heb ondertussen al bewezen dat ik in het buitenland kan werken. Dat is ook niet evident. Je moet dat ten eerste psychologisch aankunnen. Met weg zijn thuis. Je moet je plan trekken. Maar je moet niet te moeilijk zijn in eten. Ik weet, ik zat ooit in Congo. En we waren daar op bezoek bij mensen. In de meeste landen is het zo dat het beste eten voor de gast is. Kijk, ik moet terug, ben ik ook al eens keer over dik. En dat was. Oh, als ik er aan denk, oh, voilà. Oh, dat was echt vies. Dat is echt vies. Oh, maar je moet dat dan opeten, dat blijft. Ah, oh, mannen. Nee, dat was echt vies. Maar je moet een zekere vorm van respect tonen en zeggen dat het lekker is. Maar ik had er niets op gevonden. Ik heb in mijn zak heb ik altijd kruiden mee. Dat is trouwens een goede tip in het buitenland, altijd kruiden in je mix steken. Eigenlijk mijn belangrijkste tip voor als je in het buitenland wil werken is, vergeet je eigen ego. Stel je open voor de cultuur, stel je open voor de mensen. Maar je mag ook nooit niet vergeten dat jij tenslotte door je documentaire iets van die mensen nodig hebt. Mm-hmm. Ja, ken je materiaal. Ken je materiaal, weet als er een probleem is, hoe je dat kunt oplossen. Neem een soldeerbout mee. Neem wat schroevendraaiertjes mee. Dat heeft mij al dikwijls gered. Het is belangrijk dat je op elk moment weet wat het toestel doet. En je moet je daar goed bij voelen. En ook als je iets nieuws koopt, ja, pak de tijd. We read the fucking manual, hè. Er is tegenwoordig, er zijn nieuwere dingen. Zolang dat marcheert en dat dat de norm is. Ja, een van mijn grootste ervaringen is in Zuidoosten Turkije. Zaten we op de Nemrut Dai. Heel schoon, ik was daar wat zo'n sulletjes gaan pakken. En de rest van de ploeg was al naar beneden en ik zat daar alleen. Tussen die hoofden en die mist die kwam op. En op de lange duur zag ik alleen nog mist en topje van die berg en die hoofden. Ik zat daar dan met een micro en dat was zo, wauw. Ja, maar dat is iets wat ik nog heel veel heb, zo het wauwgevoel. Zo van, dat ik besef hoeveel geluk dat ik heb. Met al wat ik doe, met al wat ik mag doen. Want het is ook niet evident. Hè. Ik ben er elke dag nog dankbaar voor. Van, oh, ik zit hier toch maar weer. Hè? En dat is ja, chance hebben om mensen te kennen. En ik denk goed zijn in wat je doet. We proberen te genieten. Dat is je mindset direct heel anders. Dan is die stress weg. Dat gaat ook beter functioneren voor je eigen. Tenzij je meer gefocust. Ik ben zelf een aantal keren zodanig ontspannen geweest dat ze mij tijdens een interview kwamen vragen of ik toch iets minder hard wou snurken. Dus toch dat je iets mee kunt. Zeker. Maar dat is uw job en mijn job is gedaan. Yo, mannen. Genieten was voor onze bende zeker geen probleem. Want na heel wat lachen en een maas te drinken met Pascal, hebben we ons anker gelicht om naar onze laatste stop te gaan. En deze lag onderaan in België, in Neufchâteau, waar we op een camping konden genieten. En als kers op de taart maakten we ook voor die camping nog een kleine video.
En zo hebben we onze reis extra nuttig en voordelig gemaakt, maar vooral enorm veel bijgeleerd. We zijn enorm dankbaar voor de gasten die we in onze mobile home hebben mogen ontvangen. En samen hadden ze meer dan 5 uur aan verhalen te vertellen. En wij hebben het dan ook voor jullie uitgeschreven. De reislustigen kunnen de downloadlink hiervan raadplegen in de beschrijving van deze video. En op naar de volgende reis, waar we wel buiten de grenzen van België gaan om al deze vergaarde informatie en inspiratie toe te passen. Stay tuned.